Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb het weer voor elkaar gekregen. Uh, naast dat mijn bigliek weer compleet verkut is, uh, heb ik ook een nieuwe video. Um, als deze video de 1000 likes halen binnen 24 uur, dan hebben we morgen een vrij grote pack-opening. Met al die powerpacks die ik opgespaard heb, waarvan sommige iets te veel moeite kosten. Um, en als je ieder naar het live deel van deze video wil gaan, dan kan dat natuurlijk ook. Dat is na iets meer dan ongeveer 6 minuten. Wat betreft het team dat we gebruiken. Ik wilde dit weekend dus uh, Van Bergen... Gravenberg, uh, niet Baumkartel, dus ik gebruikte Dumfries. Maar ik wilde wat nieuwe spelers gebruiken, dus ik gebruikte ook uh, bij Naldem. Nou, dat ging best wel lekker. Dat uh, ging uitstekend eigenlijk. We beginnen deze video terwijl we 4 om 1 gaan. En daarna heb je nog wat andere games. Het um, ging wel. Het ging wel. Ik, ik wilde natuurlijk bij Naldem. Ik wist dan heb ik niet echt fysiek op het middenveld. Ja, Gravenberg is fysiek, maar die kan niet echt verdedigen. Dus, je kan hem niet op CDM zetten, daar heeft Gravenberg steeds niet voor. Maar. Ik had zoiets van oké, okay, dat team gaan proberen. Het enige nadeel aan het ticket was dat sinds die update donderdag. Ik weet niet. Ik neem aan dat jullie hem allemaal gedownload hebben. Jullie spelen allemaal de PS4 versie. Dat was de meeste van jullie. Um, sinds die update is er zo'n soort connection kwaliteitsding dat in je scherm. Je kan, het, je kan het weghalen in instellingen. Maar dat is er opeens. Sinds die update donderdag is mijn verbinding in potjes soms zo ontzettend tragisch. Dat ik er echt geen woorden voor heb. En je kan, je kan zeg maar ook in de instelling kan je dus aanzetten dat je of alleen die paar balkjes connectie ziet. Dus dat je kan weten van of het verbetert of, vers, of verslechtert. Maar je kan ook zeg maar aanzetten dat je tegelijkertijd ook die ping ziet. Nou maat, die game switcht af en toe mijn ping van de 15 of lager waarmee ik de game begin. Naar opeens een random moment van 1600. Dat ik denk, hallo wat is dit joh? Speel, speel ik League of Legends in Zuidoost-Azië? Kijk dit! Ik... Kan dit niet. En ik weet dat het ding is met... Verbinding is normaal gesproken heb je dan natuurlijk... Uh, als je Speedy Black hebt. Speedy Black komt meestal van jezelf af. Um, dat is oké, okay, weet je wel. Dat weet je zodra je een pot begint. Alleen... Ik... <laughs> ik kan dit niet, jongens. Ik ben hier niet voor gemaakt. Ik speel in plaats van tegen mijn tegenstander... Speel ik ook nog tegen de verbinding af en toe. Like, ik... In uh, bare mind, het gaat toch best wel aardig. Alleen... Het had zoveel beter kunnen gaan als ik had kunnen reageren constant op wat ik wist dat er ging gebeuren. Of wat ik wilde gaan doen. Als ik een 1-2 aan wil gaan, maar ik kan de 1-2 niet aangaan omdat ik niet weet of de paas überhaupt verstuurd is. Ja, kijk, dan hebben we wel een klein probleem. Ik kom hier fantastisch terug tegen wat ik denk een Nederlander is. Alleen het is gewoon, dit had nooit tot dit punt hoeven komen. Dat, dat is gewoon zo. Het, 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 het is echt bizar. Ik, ik had, deze Wicked ik heb hem niet normaal kunnen spelen, want de verbinding was er gewoon niet. We krijgen er wel naar 7 mee. Dus dat doen we uitstekend. Komen tegen een vrij aardig 4-3-2 team. Een vrij ongebruikelijke formatie. Tenzij de tactieken gebruikt voor misschien air Als je hem kent dan ken je die tactieken misschien ook wel. We komen 1-0 achter. Wat het niet erg is. Want ik wist dat ik beter was. Ik maakte gewoon een domme fout in het begin. Nou, dat kan gebeuren. Ik krijg je hier bij Werner namelijk. En Werner scoort. De reden dat ik Werner erin heb gezet is. Ik merkte dat heel veel mensen dat fijn vonden. Nou, zetten we Werder erin. de score 2-1. Ik heb prima natuurlijk uh, Hugo Sanchez. Zo big fan van hem. Maar dit is zoals ik onder andere bedoel. Ik heb geen idee welke kant ik daar het beste op kan gaan. Als ik niet weet wat de verbinding daarna doet. En welke kant ik opgestuurd word in een versnelling van ongeveer anderhalf seconde. Ik weet wel dat er iemand was die vroeg. Mark, kun je iets minder snel praten? Ja, dat kan. Als ik niet. ...geïrriteerd ben over een bepaald onderwerp of wat dan ook. Dus wees blij dat ik niet over Arsenal praat. Hier ook verbinding, kind of sus. We maken nog 5-2. Ja, uiteindelijk wordt het 8-2, want mijn tegenstander kon er geen van. Gaan we dus 8-1. om En dat is een uitstekende start. Uh, zeker omdat ik niet had verwacht... Uh, ...aardig wat potten te winnen... Uh, ...vanwege die verbinding. Ik, ik, me, ik meen het als ik zeg... ...het maakt in het nagenoeg onspeelbaar. Hier zo komt hij door. Hij draait de goede kant op met Felix. Dat is best wel slim gedaan van hem. Hij krijgt niet meer bij verder. Hij speelde inderdaad echt de 4-3-2. Wat best wel interessant was om te zien. Hij komt hier nog door met Aubameyang. Rebound via Pope In de voeten van Firmino. Ja, je verdient het niet. Maar Lucas Santjes draait ook de goede kant op met zijn linker. 3-1. Dan krijg je hem hier met Mane. Nou, wacht even wat hij doet. Hij hapt één keer. We gaan weer de andere kant op. Schiet nog een keer de andere hoek. 3-2. Dan is hij hier weer met Joao Felix. Hij schiet hem in de korte hoek voor 4-2. Dan is hij door met Obama voor 5-2. Maar dan ben ik nog niet klaar. Dan krijg ik hem hier bij Hugo Santjes. Nou, we wachten even. Hij heeft een geweldige linker. Schiet hem in de kruising voor 5-3. Dan Mane links mid. Die daar iets minder betrokken is, mag gezegd worden. Maar die krijgt hem bij Werner voor 5-4. Dan Sanchez over de top naar Werner voor 5-5. En dan komt hier nog nadat ik al mijn wissels gemaakt heb in de 86e minuut. Koman krijgt hem bij Alessandrini. Die schiet binnen voor 5-6. En dus win ik. Dat is niet mijn moeders mooiste overwinning. Maar. Ze tellen wel allemaal. Gaan we 9 om 1. Uh, vervolgens gingen we 10 om En dat is dit de game dus voor Zilver 1. Dus uh, ja, moet op zich wel gewoon kunnen winnen, zou je zeggen. Als, meen ik wat ik eerder zei. Het was heel moeilijk om te spelen. Want ik wist gewoon niet wat er ging gebeuren bij vlagen. Het is jammer dat ik er pas na ongeveer 15 games achter kwam. Dat je naast die connection bars ook die ping in je beeld kon krijgen. Want ik zou het graag doen. Dan zouden jullie weten wat ik ongeveer meemaak zo nu en dan. Want het was sinds donderdag. Uh, ik, ik weet niet wat het is. Uh, begrijp me dus niet verkeerd. Ik kan erin winnen. Maar het aha, het hoe zeg je dat het best? Het haalt gewoon het tempo van de gameplay zo extreem erg omlaag. Dat ik gewoon niet echt woorden heb voor wat ik op mijn scherm zie. En dat is extreem vervelend. Uh, we komen hier 3-1. Dan krijgen we hem hier. Hij krijgt hem niet weg. We krijgen hem bij Gravenberg. Nou, dan krijgen we hem bij Sanchez. Ik krijgen we hem nog steeds een keer mee. Het is echt bizarre shit. Dat soort goals. Staan we dus 4-1 voor. Hij pusht iedereen mee naar voren. Nou, prima. Alles 3-0 gebracht. We rennen door het doel. We scoren 5-1. Hij lief. Wij gaan 11-1. En vervolgens pushen we hem een beetje door. Gaan we uiteindelijk 13-2. Wat acceptabel is. Begrijp me niet verkeerd. Uh, we komen tegen dit team zich vrij nice. Maar je hoeft niet bang te zijn voor dit soort teams. Want het feit dat hij niet iedereen op de heeft, Betekent gewoon dat hij inderdaad wat geld erin heeft gepompt. Uh, de penalty gaat hier iets wat versneld. Want you know. De connection was. Had geen idee wat hij mee bezig was. Maar wij krijgen hier de 1-1 mee. Uh, omdat Werner wel weet te scoren. De Sanchez hier krijgt een weer bij Werner. Uh, ik probeer hem te passen. Nou, uiteindelijk krijgen we hem bij Gravenberg. Gravenberg naar Sanchez. Sanchez scoort. 2-1. Hij liep -14 om 14-2. Uiteindelijk niet verder gegaan. Echt. Want dat ging niet. Maar. Dat leg ik allemaal zo uit. right. Weer terug in het main menu. Waar ik wel twee dingen verkocht heb. Terwijl het scherm wil niet reageren <laughs> namelijk. Maar uh, ik heb Dumfries en Wijnaldum verkocht. Beide goed. Zeker Dumfries. Uh, hield zich staan in Wicked League. Want niemand... Zeg maar, ik werd niet exposed aan die kant of zo. Dus dat is wat mij betreft prima. En Wijnaldum was gewoon oké. Okay. Dus ik heb mijn team voor nu weer even staan zoals het was. Met Semedo. Uh, hij deed wel oké. Okay. Hij kan nog steeds niet echt passen. Maar... Je accepteert hem voor wat hij is. Sanchez is een monster. Die heeft 100 contributies in 55 wedstrijden. Hij is ook nog steeds een monster. Alleen hij start vaak links mid, Dus hij loopt niet meer 1 op 1 qua goals. Maar wel nog ruim 1 op 1 qua contributie. Want hij heeft geen squad gespeeld. Hij onderhand wel. Dus zijn stats zijn niet meer legit. Uh, maar voor de rest, dit team doet het gewoon heel goed. Big fan van Commander's Wissel. Doet het goed. 6 contributie uit 10. Uh, telkens als links erin. Dus dat is wel op zich wel goed. En alles Alessandrin in de Delofeo. Dat, dat weet je al. Uh, wat ik wel aanraad. Wat ik zelf inderdaad al wist. En een paar anderen vertelden het me ook. Dus ik dacht, ik deel het ook nog even met jullie in de video. Is elke dag komt er tot nu toe zo'n zo Freeze SPC speler. We hebben Marquinhos gehad. We hebben Ansaldi gehad. We hebben Leon Bailey gehad. Elk van die drie heeft ook een lane speler. Doe jezelf een plezier en doe die. Kijk, ik heb zelf al... Ik heb die icon -swaps dingen al gedaan. Waarom? Uh, dus, hoe heet dat nou? De live dingen. Dus zeg maar, de, die friendly mode kostte me... Nou, nah, zeggen we iets meer dan drie uur. En dat is bizar weinig. Net als met Roro en wat zat anderen. Want iedereen... Bijna iedereen doet first call wins. Um, dus dat heb je zo gedaan. Alleen squad petals duurden even. Maar... Ja, you know, dan kom je wel zo doorheen. Uh, ik ga deze nog wel unlocken. Deze bolassie. Uh, dat, dat is wel een leuke game mode altijd. Dus dat kan ik nog wel doen. Maar... Uh, moet eerst de verbinding meewerken. Want daar word ik echt verdrietig van. Ik heb ook nog, maar dat dan voor die pack opening video. 10 van die 80 plus uh, rare player pick SPC packs. Dus dat je 3 spelers krijgt. 80 plus rare kaarten. Uh, en een kijkertje krijgt. Dat lijkt me wel leuk. Mijn club is nu al bijna leeg. Dat ik, heb, ik merk echt dat ik nog heel weinig over heb. Wat betreft deze SPC's tot nu toe. Marquinhos wat ik al zei. Ik vind dit een topkaart om te doen. Ik ben hem een paar keer tegengekomen in Wicked League. Heel erg goede kaart. Ansaldi. Ik weet dat je Quadrado hebt. Maar gezien dat die Martinez-kaart net uit is, is dit een super relevante kaart. Plus, hij is echt gewoon heel erg goed all-round. Hoog, hoog rare, tempo, 4 skills, 5-6 weakfoot. De rechterkant, voor een die durf ik hem mee te vergelijken. Ik weet dat hij technisch iets minder pace heeft. Maar hij heeft betere physical. Hij heeft betere passing stats. Hij is heel erg goed aan de bal. Zeg maar qua dribbling ook. Topkaart. Alleen Leon Bailey vind ik erg, erg jammer. Het was obvious dat hij het ging worden, want. I, I, ze doen altijd Leon Bailey, voor mijn gevoel. Het is gewoon de obvious keuze van Leverkusen. Maar als je vraagt naar Leverkusen, de meeste mensen kennen Leon Bailey wel. Um, het is geen heel drukwekkende kaart. You know, de passing is niet super bijzonder. De finishing is niet die hoog. Een beetje jammer, deze kaart. Dat is het beste wat we ervan kunnen zeggen. Uh, als we naar de menu terug gaan, uh, specifiek de main menu, zodat wij dit kunnen zien. Um, de volgende is een Spaanse spits. De gedachte is dat het of Adama wordt... Uh, of Sergio Ramos. Sergio Ramos zou leuker zijn. Maar ik denk dat Sergio Ramos te hoog rated is. Plus, die krijgt nog een team hier binnenkort. Maar, hé, hey, maakt niet uit. Uh, dan een Manchester United-speler. En hier zit potentie in. Kijk, ik hoop persoonlijk dat ze echt full fuck it gaan. En Phil Jones iets geven. Maar die kans lijkt vrij klein. Dus laten we daar niet al te hard op over denken. Dan nog een Italiaanse Spits. Ik zit te denken naar welke precision change met een Italiaan leuk kan zijn dat hij wanneer hij een spits wordt. En ik kan er niet echt één bedenken. Maar dat maakt me ook niet echt uit. Dat kan in ieder geval interessant zijn. De Spaanse spits en de United-speler interesseren me het meest. Wat betreft de tactiek ook. Want gek genoeg vraagt iemand er nog steeds naar. Ondanks dat ik ze vrij regelmatig laat zien. Um, ik, ik zal share als iemand daar gelukkig van wordt. Um, de voornaamste. Want 4 2 2 is niet echt gebruikt dit weekend. Het is gewoon 4-4-2, gewoon. Gebalanceerd allemaal. Uh, geen instructies op de spitsen. CM's, cover center. linksmit en rechtsmid. Get into the box for crosses. Dat is het. En de fullbacks op stay back. Yo, het is, echt, het is echt niet zo diep, mensen. Het is gewoon heel simpel. Dat is het. Qua instructies. Niet meer, niet minder. Dit zo even hoe ik het in-game in swap. En als ik laat voorstond met één goal, misschien twee, en ik had gehoord dat het een heel erg lastige wedstrijd was, dan deed ik dit. 2, 2, 4, 3, 1, 1. Uh, echt, het is gewoon verdedigen. Gewoon kom, iedereen come back. Zij stay back, cut pausing, ladies cover center. En de is ook stay back. Gek genoeg, krijg je hier nog goede counters mee. Al is het niet iets wat je de hele wedstrijd wil spelen, want je gaat sowieso exposed worden. Ik nee, geloof me, ik heb het niet geprobeerd. Maar ik durf het je nu al wel te vertellen. Dan is het enige wat ik nog nogal zeg voor de mensen die nog swaps moeten gaan doen. Want ik kan me voor heel goed voorstellen dat niet iedereen het gelijk dit winget heeft kunnen doen. Um, als je die swaps gaat doen in die friendly mode, ja, heel veel mensen verwachten first goal wins. Je hoeft niet per se zelf first goal te lieven. Ik weet dat mensen je dan toxic gaan noemen. En het enige wat ik daarop heb te zeggen, is als mensen jou toxic gaan noemen voor het niet lieven na een eerste goal. In notabene de enige mode in FIFA, in FIFA 21 die ervoor gediend is gewoon lekker met een welk dan ook team te kunnen spelen en niet hoef te carolen om een los. Dan ligt het probleem echt bij die mensen. Dus doe gewoon lekker wat je wilt in deze game mode. Ik heb zatpotten gehad dat ik 1-0 achter kwam. 2-1 voor kwam. En met dat mijn tegenstander dan liefde. Je bent, je bent het niemand verplicht. Onthoud dat. Eind van de dag ben je het niemand verplicht om te lieven. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ik wil jullie nog bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Dit lijkt me best wel knap. Het is best wel een kut video. Maar ik, uh, ik hoop het wel. En dan uh, zie ik jullie later. Of ja, jullie zien me wel later. Pack opening. Dus jullie zien me. you